We staan hier in het beruchte Boggerhoutse café Mombasa. Sinds het wereldtourrecord van Victor Kampenaerts bij heel Wiedermen in België bekend als het supporterscafé van Victor Kampenaerts. Het wordt ook uitgebaat door zijn onkel en tante. Maar in Antwerpen en zeker in Boggerhout al veel langer gekend als gewoon een heel fijne kroeg met fijne optredens. En ook een beetje natuurlijk als retro supporterscafé voor Stan Okkers. Stan Okkers, geboren in 1920 in het jaar van de Olympische Spelen in Boggerhout. Als de zoon van een diamantslijper die helaas vaker de bodem van zijn bierglas zag dan zijn zeven kinderen. Maar niettemin heeft Stan Okkers het geschopt tot een van de beste renners van zijn generatie. Twee keer tweede in de Ronde van Frankrijk, wereldkampioen wielrennen. Maar helaas ook tragisch ten einde gekomen op de wielerbaan van het Antwerpse Sportpaleis.